We gaan beginnen met proef 1, klasse BB, Tessa en Verona. Gestudeerd door Boudens JM. Ik moet even meegeven dat dit de dag is dat storm Dennis over het land heen raasde. En wel precies toen Tessa ging rijden. Ik lees eerst even het commentaar voor wat jullie de hele proef mee kunnen kijken. Want dit is het eindcommentaar. Daar staat in: Tessa, jouw paard vindt het wit waarmee ze rijdt niet fijn. Dat geeft ze aan door de tong uit de mond en tegen de hand te lopen. Tip, laat een bitsplitter komen en ga met haar een bit uitzoeken wat jouw paard wel fijn vindt. Ik wil even meegeven dat Verona 2 bitsplitters heeft gehad en nog jaarlijks gecontroleerd wordt op bit en mond. Al geheel veel beter door de hoeken rijden met de juiste stelling. Even kijken hoor, we gaan zo meteen beginnen met vrij lage cijfers. Eigenlijk zijn alle cijfers laag. Het totaal is ook maar 160 punten. Voor wie het niet weet, je hebt 180 punten nodig, normaal gesproken voor een winstpunt. Maar de BB is een motivatierubriek, dus daar kan je ook geen winstpunten halen. Maar we gaan er wel vanuit dat je rond de 180 moet rijden om in ieder geval een voldoende voor alles te halen. We gaan beginnen met AXC, binnenkomen in arbeidsdraf, C linkerhand. Hier krijgt ze een 4,5 voor. Er staat naast de AC-lijn en mond open. Nou, C linkerhand. Dan krijgen we EBE, grote volte. Hier krijgt ze een 5 voor, tong uit de mond. Als je straks bij het eind even checkt, dan kan je zien dat de A en de C achterin de bak niet helemaal recht staan. Dus of de twee C's moet ik zeggen, want we hebben een paaltje en we hebben de letter C in de bak en die staan niet helemaal recht. Ik weet niet welke dan de goede is. Nou, we hebben EWE grote volte gehad. Krijgen we FXH van hand veranderen. Een 5, wat tegen de hand en tum. En we hebben maar bedacht dat tum dan betekent tong uit de mond. Vervolgens komt er BEB grote volte en weer tum. Dus tong uit de mond. Tussen F en A, overgang arbeidsstap. Hier krijgt ze een 5 voor. Overgang duurt erg lang, plus tegen de hand. Ik heb hier uiteraard allemaal een mening over, maar ik denk dat het verstandig is dat jullie gewoon even zelf kijken. KXM van hand veranderen in arbeidsstap. Tussen X en M op de diagonaal, overgang arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 5 voor, tong uit de mond. Vervolgens E afwenden. Hier krijgt ze een 6 voor. Dan B rechterhand een 4. Slordig verkeerde stelling. Tussen F en A arbeidsklop rechts aanspringen. Tong uit de mond. Hoefslag volgen ook in de hoeken. H tussen H en C overgang arbeidsdraf een 5. B afwenden, daar krijgt ze een 6 voor. E linkerhand, hier krijgt ze een 3 voor, gaat in galop. Tussen K en A arbeidsklop links aanspringen, krijgt ze ook een 3 voor, te vroeg. Tussen C en H overgang arbeidsdraf, een 5, verkeerde stelling. En dan via KDH linksomkeert een 6. Hier krijg je hoek in rijden. Nou dacht ik dat een linksomkeert een halve volte was. En dat je dan juist niet de hoek in moest rijden. Maar wie dat weet, hoor ik graag in de comments. Dus laat maar even weten of je hier verstand van hebt en hoe dat dan precies zit. CXC grote volten, een 5. Na volte hoefslag volgen.
En dan krijgen we via FDM rechtsomkeert een 5 en zwaait uit. Vervolgens HXF van hand veranderen. Hier krijgt ze een 6 voor. Tussen F en A krijgt ze dan overgang arbeidsstap. Krijgt ze ook een 6 voor. En dan even opletten met z'n allen. A afwenden. En dan staat er naast de AC-lijn. Maar als ik kijk zie ik dat de twee A's wel op verschillende hoogte staan. Maar goed, zij moet op C afrijden. Dus nou ja. Daar krijgt ze een 5 voor naast de AC-lijn. Tussen X en G halt houden. Groeten. Een 6 naast de AC-lijn. Dan krijgen we vervolgens stap 6,5. Draf 6,5. Galop 6,5. Impuls 6. Contact en verbinding een 4. Rijvaardigheid en harmonie een 5. Effect van behulp een 5. Houding en zit 7. Verzorging van het geheel 8. En het geheel komt dus uit op 160 punten.